Mijn vader was geen tuinder, die zat in de handel. En ik had geen zin daarin, dus ik ben een beetje begonnen hier in de volle grond. Op dit perceel hier. Ik heb altijd in mijn uppie gewerkt. Mijn vader heeft gezegd, ga doorleren. Mijn vooropleiding die leek er ook op dat het me ging lukken. Alleen het groen dat trok toch meer dan de schoolbanken. Het is een tuinderij geworden. Kwamen de jongens erbij, je ziet het groeien en je ziet dat ze het goed doen. Toen wij erbij kwamen, echt in de zaak, gingen we van 1 naar 2 hectare. Ja, en 3 jaar later zijn we naar 3 hectare gegaan. En weer 3 jaar later kwam er een volgende locatie bij. Ja, en toen dat eenmaal draaide, toen begon het eigenlijk een beetje te kriebelen van wat moeten we nu eigenlijk nog doen. Wij hebben gekozen voor schaalvergroting, omdat we erin in geloven dat een iets groter bedrijf de toekomst heeft. Ja, dan zie je het in de neuzen komen en dan ga je er kijken of de fundering staat en dan denk ik, ja. Wij hebben gekozen voor 8 hectare in eerste instantie, met eventueel nog een mogelijkheid om nog 8 hectare te bouwen. De grond hebben we ervoor, dus mochten de mogelijkheden er zijn, dan zullen we er zeker toe overgaan. Het allerbelangrijkste aspect voor ons om naar de neus te gaan is het energieverhaal wat we daar hebben. Dat is ook een beetje een verantwoord telen. We hebben daar restwarmte en rest CO2. De restwarmte komt vrij bij de productie van kunstmest van de Yara-fabriek. De warmte die wordt anders vernietigd. De CO2 die we wel nodig hebben krijgen we ook van de fabriek. Het is een afvalproduct van Yara bij de productie van kunstmest. Dus eigenlijk gebruiken we hier 2 afvalstoffen om een heel nieuw product te creëren. Zonder enige CO2-opwekking. Wij hebben gekozen om recirculatieventilatoren onder de teeltgoot te hangen. En daar worden ze de CO2 in geïnjecteerd. Wat modern is en op de toekomst voorbereid is het automatische transportsysteem. Met inductielijnen in de grond. Deze karren die zijn in zoverre geautomatiseerd dat ze ook registreren wie erop staat en welk pad ze gaan. Dus qua automatisering richting registratie hebben we eigenlijk het neusje van de zalm in huis gehaald. En in de schuur hebben we alle mogelijkheden om 16 hectare paprika's te sorteren en te verpakken. Wij hebben met de firma Redak een aantal besprekingen gevolgd. Gezien de huidige ervaring wilde men een grotere capaciteit. Ja goed, we hebben in een begintraject behoorlijk wat gesprekken gevoerd met Greva en andere merken. We kregen toch het gevoel dat we bij Greva het meest geholpen werden. Op de wensen die wij hadden, die werden of ingevuld of juist goed beargumenteerd weerlegd. Op dit moment is de machine zoals die hier staat een 6-sporige machine met een capaciteit van zo'n 8000 kilo per uur. Deze machine is gebouwd op vooruitgang, op toekomst, modulair opgebouwd. Dus we kunnen ook in de toekomst hier ver mee vooruit. Het idee om te groeien, dat speelt al best wel wat jaren. Op dit moment is het gerealiseerd. We gaan er wel langzaamaan aan werken om het als verantwoord product in de markt te gaan zetten. Ja. Het is natuurlijk een heel andere situatie als hier of op heel veel andere nieuwbouwlocaties waar gewerkt wordt met WKK's. Waarin eigenlijk gas vernietigd wordt omwille van stroomprijzen. Eigenlijk is dit bedrijf voor ons een beetje een droom die uitgekomen is.